Ik had beloofd dat vandaag de video erop zou komen van die lenzen. Dat ik dat zou laten zien. Maar we hebben een hele drukke week, dus ik ben er eigenlijk niet aan toegekomen. En om die video zomaar even in elkaar te flansen op een snelle manier, dat lijkt me niks. Dus die komt later. Vandaar nu eerst deze video voor de computer. Ik heb een probleempje met de laptop. En wat ben je aan het doen, Herman? Ik zie dat je aan het knutselen bent met de laptop. Ja, het is heel stom. Op het moment dat ik deze stekker eruit haal, dan gaat de laptop uit. En normaal gaat die niet uit dan, want dan heeft hij namelijk gewoon nog stroom in de accu. Ik heb gekeken en de accu heeft nog 94% stroom. Dat is meer dan genoeg. Dus ik dacht, dan moeten wij even terug naar die winkel. Maar wij hebben hem gekocht. Hè. En dat is even kijken wat het is. Maar we hebben een hele drukke week aankomende week. Er staat een heleboel werk. We moeten een heleboel dingen doen. We moeten nog achter banden aan. We hebben waarschijnlijk een heel goedkoop adres voor banden. En we moeten even kijken of dat klopt allemaal. Hè? Of die prijs klopt. En nou had Gea gekeken wat dit zou kunnen zijn. En dan zeggen ze, ontkoppel de accu. Nou, maar dan kan een storing in de accu zijn. Het stomste is, ik heb al eens een keer eerder in een video heb ik gevraagd waar zit hier de accu van dit ding. Maar dit, nou, je hebt heel veel van die laptops. Oeh, de schroef is korter. Dan moet ik even. Ja, die kant is korter. Je hebt heel veel van die laptops, daar zit hier achter, dan is dit de accu zo. Dan haal je dat er zo uit. Maar bij deze zit hij gewoon binnen in de laptop. Dus ik vind het nogal wat om dat zomaar los te draaien. Stel je voor dat in één keer allerlei dingen om door vliegen. Hè? Dat heb je ook al. Met sommige apparaten dan vliegen je in één keer allerlei veertjes en kogeltjes en weet ik wel wat om door. Vooral met boormachines en zaagmachines. Dus ik dacht, ik ga eerst even kijken op YouTube of daar wat over te vinden is. Dus ik heb net, ik denk wel meer dan een uur, video's bekeken over mensen die laptops opendraaien. En ik heb eigenlijk nog niet één gezien, niet één video waarvan je dus zag dat allerlei dingen je om de oren vliegen. En dan zouden we morgen naar die winkel kunnen gaan. Morgen is het net de rustigste dag en dan zit de winkel dicht. Ja, de rustigste dag qua werk, hè? Ja, qua werk. Er is weer een lang schroefje. Dus 1, 2, 3, 4, dat zijn de korte. Er zit hier nog eentje en die ging niet los. Ja. Hij is een keer eerder open geweest, want toen we hem nieuw kochten, toen had hij niet de juiste specificaties. Hè? Ik weet niet wat het precies was, maar één ding was niet groot genoeg of sterk genoeg of zwaar genoeg. Maar ja, Filmora draait het er niet op. Ja, dus hebben ze toen wat anders in gezet. Nou, laten we eens even kijken. Ik heb alle schroefjes eruit. Maar ja, alle schroefjes zijn eruit. Wat ik ook zag in een van de video's, dat ze deze eraf haalden. Het is soms nog met een kliksysteem. Hè? Ik probeer het even met een mesje. Oh man, dat gaat hartstikke zwaar. Ik heb hier helemaal geen vertrouwen in. Oh, dat kun je zelf zo doen, hè? Zegt iedereen dan. Zie je dat? Het zit nog gewoon hartstikke vast. Ja, je hebt best kans op dat eerst die bovenkant af moet en dan pas de onderkant. En daar zitten geen schroefjes in. Straks het hele toetsenbord om de wand. Dat hoop ik niet. Ik denk dat het toch maar zo doen.
Maar jongens, dit is voor het eerst dat ik dit doe in mijn leven. Vroeger had je gewone computers, hè. Dat was niet zo moeilijk. Maar een laptop open. Eigenlijk had je eerst even een oude laptop moeten kopen ergens. Ik zie van alles zit. Chimaniki. Ik denk dat ik toch dat het toch met deze kant gaat. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dit eraf moet. Ja, dat was wel mooi geweest als we een tafel hadden, hè? Een grote tafel waar dit ook kon leggen. Ja, of door het daar recht. Ja, zullen we dat eens doen? Ik heb net iets meer ruimte. Maar deze? Nou, die kan niet plat. Nee, ik dacht dat die ook plat kon. Kom dichterbij. Dit is misschien het juiste moment om nou even dit stof vrij te maken. Ik denk het wel. Want anders komt al die stof erin. Ik weet niet of zo. Nou, dat heb je. Dan kan het hier ook gelijk, hè? Ja. Oeh, de stof, kijk eens. Ja, oeh. Daar zitten stekkertjes. Ja. En dan had hij, daar stond er bijna, moest je de accu eruit halen. Oh, wacht eens. Het aan- en uitknopje. Dat is deze, die zit hier, hè? Het zit hier gewoon in, geïntegreerd. Daar moest ik een paar keer op drukken. Ik ga eerst even dit. Dan denk ik dat daar geen stof in kan komen. Accu eruit. Ik dacht namelijk. Het lijkt mij heel simpel dat er dus een. Kijk maar, een beetje licht gaan krijgen zo. Dat de verbinding van de accu gewoon niet deed. Dacht ik eerst. Maar zij zeggen accu eruit. Dit zijn meerdere. Dit zijn er 1, 2, 3. Drie dingetjes aan elkaar gekoppeld. En hier zit iets overheen geplakt, zie je dat? Ja. Voluntari. Dat wil me niet mee. Oké, maar voor mij zit daar nog een schroefje. En het gekke is, het lijkt net op daar ook een schroefje hoort te zitten. En daar zit geen schroefje meer. Ja, misschien hebben hun die er niet weer goed in gedaan. Ja.
Voor mij moet dat, dit ja, wat is dat voor een grote printplaat? Ja, voor mij moet die helemaal los is. Maar is dat verstandig? Even dat. Want dit is een beetje krom. Zo makkelijk, hè, een paar extra lampjes hebt. Die gaat daarheen. Het zit er niet helemaal in uit. Ja, ik heb hem alweer in elkaar gedraaid. Ik krijg die accu er niet uit. Maar ik heb hem wel een paar keer kunnen kantelen. Dus misschien dat hij eventjes, nou zeg maar, ontkoppeld, ja, geschrokken is, ontkoppeld is. Dus we gaan even kijken. Ik sluit hem even aan, stroom erop en kijk wat hij doet. Maar dan moet ik eigenlijk eerst even, want er zit wel stroom in de accu, even kijken of hij het zo doet. Ja! Hé! Hey. Hij doet het weer. Kijk eens! Wauw! Je moest hem gewoon even laten schrikken. Resetten zeggen ze nou wel eens, hè? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Het lijkt alsof ik het gerepareerd heb. Moet nagaan. Ik heb nog nooit zo'n ding losgehaald. Ah, dit is denk ik ook wel een beetje massa geweest, hoor. Dom geluk, hè? Geluk is soms met de domme, zeggen ze wel eens. Dus jij vindt jezelf dom? Nou ja, wat dit betreft wel, ja. Ja, hij doet het. Prachtig.